achter. Dus zo, zit ik weer gezellig met nu. Goed je weer te zien. Ja. Vlog 6 zijn we. In deze vlog wil ik jullie meer vertellen over het... Over de eerste stap die je zet en wat er daarna op je pad komt op het moment dat je eigenlijk uit je comfortzone stapt. Met Luc is dat een hele mooie vergelijking, omdat ik toen ik Luc ontmoette op de Hiswa, ik eigenlijk meteen nadat ik hem gesproken had een kopje koffie ben gaan drinken. Ik denk dat ik, echt maanden later heb ik eigenlijk pas vrijgevraagd op mijn werk. Toen was eigenlijk het hele plan al uitgestippeld. Dat Luc mij natuurlijk helemaal betrokken heeft bij het hele project, omdat ik ook fotograaf ben en opgeleid ben via hem voor camerawerk. We hebben elkaar getroffen op de Hiswa, alweer 2,5 jaar geleden denk ik. Ja, in maart. Ja, we lag de boot. En we probeerden tijdens de Hiswa mensen echt te ronselen die graag met mij mee wilden varen. En daar was Carolina eentje van. Dat was een top morningslid. Dus het was heel leuk dat wij daar hebben leren kennen en dat je mee geweest bent. Echt we hebben leren kennen, want we kennen elkaar nog niet. Maar je bent mee geweest van Aruba, stukje. Ja. Aruba. Curaçao. En vervolgens in Brazilië. Ja, en hoe dan dus hoe het zo kan lopen dat je, als je één stap zet om de beslissing te maken dat je zo'n traject meegaat. Ik ben eigenlijk meteen, nadat ik gesproken heb op de Hiswa, koffie gaan drinken en heb hem meteen een mailtje gestuurd dat ik in ieder geval mee wil vanaf de Galapagos-eilanden. Ja, wat er door dat project van Luc op mijn pad gekomen is, dat is omdat het project gesponsord is door Deltaloid. Heb ik daar een expositie gekregen. Ik ben nu aan het vloggen voor Deltaloid. Dat is natuurlijk fantastisch. Gewoon door die ene stap die je maakt om eigenlijk meteen te beslissen dit ga ik doen en wat er ook gebeurt. En ik zie wel hoe ik het bij elkaar krijg. En op het moment dat je die beslissing maakt, dan lukt het je ook. Ook al is het af en toe natuurlijk wel heus wel spannend. Maar als je er dan heilig in gelooft, dan ga je ervoor en dan zet je er ook echt alles voor aan de kant. En dat is mooi, denk ik. Ik ben vorig jaar december met kerst naar Curaçao gevlogen. En daar heb ik ook gefilmd. En er werd een heel groot feest voor hem op Curaçao georganiseerd. En daar mocht ik bij zijn. Bob Pinedo is een hele belangrijke man in de wereld van kankeronderzoek. Hij heeft heel erg veel betekend voor het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Hij heeft een borstkankerpreventiecentrum op Curaçao opgezet. En Bob Pinedo heeft de vrouw van Luc ook 14 jaar lang behandeld. Vandaag heb ik Luc ook weer mogen ontmoeten. Erg leuk om hem weer te zien. En hebben we de afspraak gemaakt dat ik in ieder geval probeer, dat ga ik gewoon doen, om naar New York te vliegen. En daar een heel groot feest, wat ook voor hem weer georganiseerd wordt, om daar weer bij te zijn, om te filmen en te fotograferen. Een aantal weken later stap ik in juni, hoop ik, op de Azoren. En vaar ik mee, zijn allerlaatste traject naar Amsterdam. En ben ik gewoon aan boord als hij aankomt bij de finish. En daar natuurlijk ook weer een heel groot feest is. Wij gaan vandaag proosten op de beslissing dat ik in ieder geval de laatste traject meega van de Azoren naar Amsterdam. Dus bij deze nu. Gaan we weer. Ik loop midden in het winkelcentrum van Dordrecht. En ik ga even kijken naar een ander pand. Er is een meisje hier in Dordrecht die verkoopt vintage spullen. Heeft een heel mooi pand wat zij gaat huren. Dit is haar etalage op dit moment. Midden in het centrum. En haar concept lijkt op mijn concept, alleen nog veel uitgebreider. Want zij zit helemaal in de muziekscene. Dus zij wil graag een muziekpodium met live muziek. Zij wil een horecagelegenheid met allemaal duurzame producten. Dit is Claire. Deze foto heb ik gemaakt tijdens een fotoshoot. En zij gaat dit pand als een soort van pop-up shop huren. En hier komt horeca, muziek. En allemaal ondernemers, net als ik, die op zoek zijn naar de winkelruimte. Dus eigenlijk mijn concept, maar dan nog leuker, uitgebreider. Ja, ik kan daarvoor een klein bedrag per maand, kan ik mijn spullen daar
gaan verkopen en neerzetten en tentoonstellen. En als ik dan in combinatie met die houtwerkplaats ook grotere dingen kan gaan maken en weer met hout kan gaan werken. Fantastisch toch? Ben ik gelukkig. Zoals ik al eerder zei, wil ik geen stress in mijn leven. Op het moment dat ik toch stress krijg en minder ga genieten van waar ik nu op dit moment mee bezig ben, wil ik dingen veranderen en weer gaan genieten. Ik heb nu bijna geen tijd om dingen te maken voor de kerstmarkt en voor de markt in Gouda waar ik 20 december sta. En ik heb heel veel tijd nodig om te leren voor de zeevaartschool. Eind december heb ik examens daarin. Dus ga ik even een klein stapje terug doen voor het vloggen. En daarom heb ik besloten om nu één keer in de twee weken te vloggen. En even iets meer te genieten van bijvoorbeeld mijn kopje koffie. Dus ga ik jullie over twee weken weer zien. Ik hoop tot dan.